Hoe gaat teleportatie in de toekomst echt mogelijk zijn? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, teleportatie, dat is echt science fiction, Star Trek-achtige taferelen. En dat zal het voorlopig ook nog wel blijven. Maar teleportatie is wel iets wat je kunt doen met quantum bits. En quantum bits, dat zijn bits die bevinden zich in een superpositie van 0 en 1 tegelijkertijd. En als je zo'n quantum bit bekijkt, dan verstoor je hem en dan zie je een 0 of een 1 met een bepaalde kans. En ik wil dat even demonstreren aan de hand van een goocheltruc. U kijkt natuurlijk nu achter de schermen. In de keuken van de kwantummechanica. En zo'n qubit, dat stel ik nu even voor als een balletje. Een blauw balletje voor degenen die kleurenblind zijn. Ik zal de kleuren de hele tijd goed omroepen. Oh, een blauw balletje. Dit is een kwantumbit wat zich in een superpositie bevindt. En als je dat qubit gaat meten, dan zie je dus een rood balletje. Of een groen balletje. Het is een superpositie van een rood en een groen balletje. En als ik hem dan meet, wist, dan zie ik nu toevallig een groene. En als ik hem nog een keer meet, een rode. En wat de kwantummechanica zegt, het is een kans dat je de rode ziet. Het is een kans dat je de groene ziet. Een kans een half. Het is als het ware alsof de natuur een dobbelsteen gooit. Hij zegt het is een rode of het is een groene. De natuur is een dobbelsteen. En dat was precies wat Einstein nou niet aanstond. Daar vond hij helemaal niks. Hij heeft ook een aantal keren gezegd, God dobbelt niet. En een andere keer zei hij, ik geloof niet dat hij dobbelt en gebruik maakt van telepathie. En die telepathie, dat was eigenlijk Einsteins eigen schuld. Want dat zei hij, omdat hij zelf een experiment had bedacht om de kwantummechanica aan te vallen. Een gedachte-experiment. En dat had hij gedaan samen met Podolsky en Rosen in 1935. En dat experiment, dat was een aanval op de kwantummechanica. En met name ook om van die kansen af te komen. En dat experiment, dat kan ik ook voordoen, dat gedachte-experiment, aan de hand van een goocheltruc. En ik heb een mooie jonge dame in het publiek bereid gevonden om mij te helpen met deze goocheltruc. Daar zit zij. Applausje graag voor deze. En het idee van Einstein, Podolsky en Rosen was om niet één qubit te maken, maar twee. En die op een bepaalde manier met elkaar door elkaar te husselen, verstrengelen, noemden ze dat. En hier is de kwantummagie aan de gang. Ze worden verstrengeld. En het ene deeltje bleef hier. En het andere deeltje gaat naar de mooie jonge dame. Altijd goed. En nu wil het zo. De wetten van de kwantummechanica die beschrijven het volgende. We gaan allebei een meting doen. En als we een meting doen, dan krijgen we allebei een groen of een rood balletje. En dat gaan we nu doen. Ben je klaar? We gaan onafhankelijk van elkaar een meting doen. Klaar? Ja, ik heb rood. Ik heb ook rood. Dat is even toevallig. Dat gaan we nog een keer doen. Kan natuurlijk, hè? Die kans is best groot. Ja, ja, we moeten nu eerst weer de balletjes verstrengelen, dus daar gaan we weer. Hoppede, hoppede, pop. Ja, daar is hij. En dan, ik ga weer onafhankelijk van haar meten. Wat krijg ik nu? Groen. Hé, hey, ik heb ook groen. Nou, dat kan toch geen toeval zijn? Dat gaan we nog een keer doen. We kunnen de hele avond doorgaan zo. We gaan ze weer verstrengelen. En dan gaan we. En we gaan meten. Ja. Weer hetzelfde. En inderdaad, als we de hele avond door zouden gaan, dan krijgen we steeds hetzelfde antwoord.
En dat is ook precies wat de kwantummechanica voorspelt. En wat Einstein als aanval gebruikte, want zei hij, er is hier iets heel erg geks aan de hand. Als ik hier dit deeltje meet, dan verstoor ik het en dan wordt het een groen of een rode. En instantaan wordt het deeltje, het andere tweelingdeeltje, wordt verstoord en wordt ook rood. Het wordt op dezelfde manier verstoord en het lijkt alsof de meting die ik hier doe, instantaan invloed heeft op het deeltje aan de andere kant van de zaal, maar dat had net zo goed in New York of op Mars kunnen zijn. Dat maakt voor de kwantummechanica niet uit. Hij zei, nou, daar geloof ik niks van. En hij noemde dit spookhafte fernwerking, een spookachtige werking op afstand. Dat is niet wat er aan de hand kan zijn. Daar geloof ik niks van, zei hij. Maar ik heb wel een andere idee hoe dat opgelost kan worden. En dat idee wat hij had is dezelfde manier waarop wij deze goocheltruc afgesproken hadden, want we hebben natuurlijk van tevoren met elkaar afgesproken hoe we dit deden. En de eerste keer zou het rood worden en de tweede keer hadden we afgesproken dat het groen werd en de derde keer weer rood. Dus er was niks magie aan de hand. En dat was ook precies wat Einstein zei als oplossing voor dit probleem. Hij zei, misschien was het wel zo, als ik die tweelingdeeltjes maakte bij het begin, geef hem maar eventjes, dan was het misschien zo dat die deeltjes met elkaar al hadden afgesproken bij hun geboorte, dat ze allebei rood werden. En als ze allebei rood zijn, ja, dan is er geen magie meer aan de hand. Want dan heeft zij een rood deeltje en ik een rood deeltje. En als ik er naar kijk, ja, dan is het rood allebei. En zegt hij, maar misschien was het ook wel zo dat ze allebei groen waren alvast bij hun geboorte. Ze hadden gewoon afgesproken welke kleur ze waren. En dan is alle magie weg. En als het deze redenering klopt, zegt Einstein, dan zegt de kwantummechanica daar niks over. En dus is ze niet compleet. Er moet nog wat bij. Is nog niet af. Zo stond het lange tijd, tot de jaren 60. En er was een ander natuurkundige, John Bell. En die bedacht een extensie van het experiment van Einstein. En dat experiment, als je dat zou uitvoeren en het zou een bepaalde uitkomst krijgen, dan zou het precies deze tweede oplossing van Einstein weerleggen. En die oplossing was dat die twee deeltjes al van tevoren hadden afgesproken dat ze allebei rood of allebei groen waren. En dat experiment is trouwens uitgevoerd in de jaren 80 door Alain Aspect. En dat experiment dat laat inderdaad zien dat deze tweede oplossing van Einstein niet klopt. Die is gewoon niet waar. En het is wel degelijk zo dat er iets vreemds aan de hand is. Als ik hier een meting doe, dan heb ik op dat andere deeltje invloed. En hoe de natuurkundigen dit noemen, dat is non-locality, niet lokaliteit. Er is daadwerkelijk iets vreemds aan de hand. En dus die aanval van Einstein op die kwantummechanica, die leidde eigenlijk tot iets heel erg interessants. Deze deeltjes die verstrengeld zijn. En het waren dezelfde uitvinders van de kwantumcryptografie die bedachten hoe je die tweelingdeeltjes kon gebruiken om iets anders te doen. En dat andere, dat is teleportatie. En ook dat wil ik u laten zien aan de hand van een goocheltruc. En het gaat hier om dat u ziet wat er gebeurt en niet dat u begrijpt hoe het gebeurt, maar meer wat er gebeurt. Het idee van teleportatie is het volgende. Nou moet ik eerst weer zo'n tweelingdeeltje maken. Daar heb ik hem. En ik geef hem weer aan de dame in het publiek. En nu heb ik even de goocheltruc prepareren. Oeps. Nu heb ik dus hier het tweelingdeeltje wat verstrengeld is met het deeltje daar. En nu heb ik ook een qubit, een heel mooi qubit. Oeh, en hij flikkert heel erg mooi. En het is een heel bijzonder qubit. En dat wil ik graag naar de dame die in New York zit. Nou, ze zit hier, maar stel dat ze in New York zit, sturen. En het is een qubit. En ik kan het niet lezen, want als ik het lees, dan maak ik het stuk. Dan verstoor ik het. Dus het enige, ja, wat ik kan doen is eigenlijk niks. Ik kan er niks mee. Ik kan het niet naar haar versturen. Maar het kan wel, en dat is precies wat teleportatie is, als ik zo'n tweelingdeeltje heb. En dit is wat teleportatie doet. Je hebt het qubit wat je over wilt sturen naar de andere kant. En je hebt dat tweelingdeeltje. Hopelijk lukt die. En nu ga ik een meting doen op deze twee deeltjes. En wat gebeurt er dan? Het zijn gewoon allebei qubits. Dan zal ik rood voor de ene of groen voor de ene krijgen, of rood of groen voor de ander.
slot van rekening, ze bevinden zich in een superpositie. Dus als ik dat doe, laat ik het doen. Dan meet ik ze. En dan komt eruit, in dit geval. Komt er wat uit? Ja. Er komt uit rood en groen voor deze twee qubits. En de qubits zijn nu stuk. De eerste. Het tweelingdeeltje is stuk en het mooie qubit is stuk. En ik heb er nu twee gewone voor teruggekregen. Een rode en een groene. En die informatie kan ik wel gewoon door de telefoon versturen. Want dit is gewoon klassiek rood of groen. Dus ik zeg rood en groen. En dan kan de dame in New York een kwantumoperatie doen. De kwantumoperatie rood-groen. En als ze dat doet... Rood en groen. Het qubit is bij haar beland. En u ziet, eigenlijk is die kwantuminformatie heel erg eenvoudig. Je moet gewoon een klein beetje jongleren met wat balletjes. En veel meer is het niet. Goed, veel meer is het wel. Overigens is dit experiment van die teleportaties op zeer veel plekken uitgevoerd al. En is inderdaad precies wat er gebeurt. En u wil het hier niet stoppen, want die tweelingdeeltjes en die teleportatie, die duiken op allerlei manieren op in mijn eigen onderzoek. En ze hebben bijvoorbeeld laten zien dat je communicatieproblemen efficiënter kunt oplossen als beide partijen gebruik mogen maken van die tweelingdeeltjes. Bijvoorbeeld, je wilt bewijzen dat het commando "vuur deze raket af" inderdaad vanuit het Pentagon komt. Want als het vanuit het Pentagon komt, ja goed, ik wil zeggen, dan is het goed. Maar in ieder geval weet je dat er over nagedacht is om dat te doen. Ik weet niet of het goed is. En bewijzen dat je op een bepaalde plek zit, dat kun je niet doen met klassieke bits. Maar als je die tweelingdeeltjes tot je beschikking hebt, dan kan dat wel. Althans, dat denken wij en we hebben nog wat problemen daarmee. En om daar goed over na te denken, hebben wij een model bedacht. Dat heet het tuinslangenmodel. Dat ziet er als volgt uit. En het idee is het volgende, dat die tuinslangen, die staan voor die tweelingdeeltjes. Dus hier is de ene kant van het tweelingdeeltje. En hier is de andere kant van het tweelingdeeltje. En het water wat je er doorheen kunt sturen, en dat ga ik nu even doen, gewoon omdat het leuk is. Maar ik mocht het niet op de lampen doen, dus ik zal voorzichtig hier proberen te spuiten. Oh. Ha, dan moet ik straks uitkijken dat ik niet uitglij. In ieder geval dat water wat er doorheen stroomt, dat is precies dat teleportatieprotocol wat we net hebben uitgevoerd. En als u onderaan de website kijkt waar dit college staat, dan staat daar een puzzel die je met gezond verstand kan oplossen. En daar heb je helemaal geen verstand nodig van kwantummechanica of van cryptografie. Het is gewoon een puzzel die beschreven staat in deze tuinslangen. En wij weten niet hoe je hem op moet lossen, maar misschien weet u wel hoe je dat moet doen en kunt u ons een stukje verder helpen met ons onderzoek. Dat zou heel erg leuk zijn. En u vraagt u, wat kan je nog meer met die qubits en die quantumcomputer? En ik denk dat het aardig is om een quote aan te halen van Thomas J. Watson, de grote baas van IBM, een grote computerfirma, in 1956. En hij zei, er is hoogstens een wereldmarkt voor 5 computers. Hij dacht dus niet dat computers belangrijk waren. Hij dacht dat er misschien 5 plekken op aarde zouden zijn waar computers stonden die gebruikt werden om te rekenen. En verder niet. Maar hij had het natuurlijk helemaal mis, want hier in de zaal alleen al stikt het van de computers, de mobiele telefoons. En bij u thuis, uw wasmachine, uw magnetron en u heeft waarschijnlijk ook gewoon een pc. In uw televisie, overal zitten computers. Het zijn er niet maar 5, maar het is overal. En ik denk dat met quantumcomputers precies hetzelfde gaat gebeuren. We weten nog niet wat je allemaal mee kunt. Een aantal dingen hebben we inmiddels uitgevonden, maar een heleboel is nog steeds onbekend. En ik voorspel een zonnige en veelbelovende toekomst voor de quantumcomputer.
Maar zelfs die kwantumcomputer, die kan niet alles. En ook de wetenschap kan niet alles. En hoe dat zit, hoort u in het volgende college.